Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Hey. Hallo. Wij hebben deze box net gaan ophalen in Albert Heijn. Ik had ervoor gespaard. En we gaan die openen. En ik dacht, het is misschien wel leuk om te laten zien wat er allemaal in zit. Ik ben zelf kei benieuwd. We zijn allebei wel benieuwd hè, wat erin zit. Ja. Ik ben echt benieuwd. Dus let's do it. Oké. Heb je hem al open gedaan? Ah nee. Ik ben ondertussen al doen, want ik kijk nog niet uit de box. Hola! Wauw! Oh ja. Het is wel echt veel in ze. Amai. Oké, het staat ook op ter waarde van... Godverdomme, hè, chocolade met nutjes. Is toch goed, je wou chocolade. Oké, we gaan elk om de beurt er gewoon iets uitnemen. Leg dat dan opzij. Dit. Hoe noemt dat? WC-blokje. Altijd handig. Het is uw beurt. WC-papier en tandpasta. Ik wil laten zien. Voor de dagelijkse hygiëne. Kauwgom. Altijd goed, want ik kauwgom graag. En nazi kruidenmix. Oké. Oh, perfect with beer. Shit. With beer. Deze had ik al geclaimd, want ik had al een vouwtje zien staan. Balisto. It's mine. Godverdomme dan. Je vloekt veel, hè? Niet vloeken. Ik een Snickers crisp. Dat doe ik toch niet zo graag, dus je mag het hebben. Lekker. Mentos, this or that. Ah, er staat zo op die Mentos. Waar zou je kiezen? Bowling of karaoke? Dan kun je spel spelen. Oké, tof, tof. Welke smaak is dat? Buff limited edition. Orangina. Maar dat is oud, niet? Dus ik wist niet dat dat nog bestond. Esa pulp, wat zou dat willen zeggen? Is dat met pulp of zonder pulp? Zonder. Sa. Staat dat hier niet in het Nederlands? Nee. En we hebben een prikje melk, wat ik niet mag drinken. Campina. Ah, dat mag ik wel drinken. Spa Touch. Spa met lime en lime. Jasmine. Jasmijn. Een Schweppes Zero Agrum Zero citrus smaken. Ginger ale. Ah, is goed voor onze Moscow Mules. Ja. Oh ja, afwasblokjes, 4. Dat is wel goed hè, want dat kost ook altijd wel veel hè. Victoria Blond Bier. Oké, kent je dat? Nog nooit van gehoord. We hebben, ken ik ook niet, Bubble Frizz. Ook nooit van gehoord van dat merk. Oké, we leren nieuwe dingen kennen. Hier is een proteïne drink. Dat merk, ja. Oh, en hier. Ik heb dat echt net meegebracht, omdat we straks macaroni gaan maken. Room, sojaroom. Pepperoni saus. Pepperoom saus. Pepperoni saus. Pepperoom saus. Dan Doritos bits. Oei, dat zal vervallen. Ah, dat vervalt. 10 dagen of zo. Zal ik dat moeten waarschijnlijk kosten, is dat allemaal zo wel wat. Wow. Een brandje hè, waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Dan ja, in 29.11, dat is ook lang. Chocomelk. Een goede choco voor een marktje. Taxi. Tropisch fruit. Nee. Met 40% zuivel, dat moet je ook al niet drinken of wel? Nee. Zuivel. Nee, maar als water, bloed, melk, bestanddelen ze. En dan hebben we zo parfum dingetjes voor bijen in was. Ik gebruik dat trouwens altijd. Ik heb die volle bus. Van Linda. En wat dat zo lekker fris ruikt. Hola. Wat is dat? Een groot pintje. Lees dat? Grolsch. Grolsch. Dat is ganz grolsch. Grolsch. Mm. We hebben kippenkruiden. Altijd gemakkelijk, kippenkruiden. Dat is wel spannend. Natuurlijk mineraalwater. Oh. In een kartonnetje. Mineraalwater was 7, hè?
We hebben toch documentaire gekeken van water. Geen idee. Hier staan de bruine leffen. Een documentaire, dat was zo. For you. Tony Chocoloni. Mijn favoriet. Een stevige havermout, reep met rood fruit. Kan je ook meenemen naar je werk? Ja, dat vervalt ook. Bijna. Ja, 10, 12. Ja. Ja, zoiets blijft toch echt lang goed, normaal, zo'n koek. Dat is ook toch keiveel verwarmen erin. Dan hebben we cup soep, kip. Dat is ook altijd wel eens lekker voor s'avonds in de zetel. Zo'n oplos koffie. Oplos soep. Nee. Kijk wel. Dat is gelijk Royco, hè. Allee, wat kiest jij nog? Zijn er daarna? Lasagne. Wat is dat? Is dat lasagne? Nee. Zet dan de oren aan de kant en dan lasagne uit. Zelf toevoegen. Kruiden. Lasagne kruiden. Lasagne kruiden. Tomatofrito van Heinz. Dat is goed voor op de pizza. Heel lekker. Zeg, mijn favoriete koeken. Ah ja? Oh ja, echt waar. Borrelnootjes Provençal. Lekker. Nou, Niels eet die altijd. Ik vind het helemaal saai. Martini en tonic Fiero. Oh, een pindakaasreep van Calvé. Mm. Maar ik heb veel mee te nemen naar je werk. Cassis Zero. Dat is speciaal. Dat is iets voor u. Ja. Mentos. Eindelijk. Kauwgum. Chewing gum. En dat is ook iets voor mij. Rijst, soja, room. Zeg maar, er was nog kauwgum, ik heb just Spotlight gezien. Ik heb die er toch al uitgehaald. Rustig, rustig, ze zetten ons niet in het zak. En nog een melkske. Al die melkskes en frisjes, want dat zijn allemaal voor u. Honingappeldressing. Klinkt goed. Kan je slecht zijn op het slaatje, maar dat gaat niet mogen eten waarschijnlijk. Nee, denkt u wel niet. Watersuikerazijn, appelsap. Jawel. Oh, jawel. Ik zie het al, kan het. Een kleine iced tea green. En een tomatenpureetje van Heinz. Wat is dat? Martini. Martini, martini en tonic. Ook zo, was er hier nog een. Martini en tonic rosato. Fiero, en dit zal ja, moeten we daar nog iets bij doen? Ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon de martini alcohol, en tonic is. Onderhalve procent. Alcohol! 7,5. Is dat 7 of 1? 7,5. Nee. Alcohol. Altijd goed. Dat zien we graag. Hè? Ja. Vooral ik, wil hem zeggen, maar. Dan pasta van Oral-B. Op vakantie of zo. Ik ga niet op vakantie, maar. Water en fruitsap, hè? Tropicaan. En nog een Aquarius Sherry. That's it, hè? Nooit gedronken. That's it. It's empty. Dat is alles wat erin zit. Maar €50, zou dat niet meer kosten, alles wat je zo ziet? Dat zijn allemaal prulletjes van €1 of zo misschien, als het dan 50 stuks zijn. Ja, dat wel. Het zal wel rond €1, €1,5 kosten allemaal. Maar wel fijn, we hebben daarvoor gespaard. Elke keer als ik ging winkelen in Albert Heijn, kan je zo zegeltjes krijgen. Dus ja, dat was onze unboxing van onze foodbox. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Wij gaan allemaal opeten. Nu? Nee. Wegzetten. Maar we gaan allemaal zetten. Dus kan je wel drank. Ja. Drinken. Maar oké, nu zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie snel weer. Doei!